Wat men ook geschreven heeft. Ja? Thank you.
oprecht welkom en dank u voor uw opkomst. We zijn hier verenigd in een park. Oorspronkelijk moest dit beeld in de stad Aalst geplaatst worden, maar het heeft niet mogen zijn. Toen wij vernamen van onze toenmalige schip. Dat is al veel. Dames en heren, lieve vrienden. Jan de Lichte is twee keer veroordeeld geworden. De eerste keer in 1748 tot het rad. De tweede keer in 1979 tot eeuwige verbanning. Twee keer in Aalst. En ware het niet dat Ludo Beckers de Middelheim-promotors ertoe kon overhalen het gieten van het beeld te bekostigen, dan zou hij hier zelfs nooit hebben kunnen staan. Dit is in het kort de geschiedenis van het personage Jan de Lichte dat hier vandaag aan u wordt voorgesteld. Velen van u hebben al kennis gemaakt met hem in Velzijken en anderen kwamen al naar hem kijken hier. Hij staat hier tenslotte al 10 dagen. Hij heeft ook gereisd, per couchette en ook staande, heel Zottegem door naar Velzijken. Alsof hij wou bewijzen dat met de stevigheid van de soudure alles dik in orde is. Eigenlijk is hij al heel bekend. Soms vraag ik mij af hoe ik het klaargespeeld heb zo'n beroemd beeld niet te doen mislukken. Mede door de weigering van Aalst was hij al berucht voordat hij bestond en hij werd al maar beroemder naarmate de tijd voorbij ging. Hij kwam 2 maal op tv, de eerste keer toen Ludo Beckers hem toonde aan de zoldering hangend in Nieuwpoort, ik zal zeggen in zijn kinderschoenen, maar hij had toen nog geen voeten. De tweede keer liet de ploeg van Annie de Klerk hem zien, staande op zijn geboortegrond tussen de platanen, de bomen die me hielpen hem zijn benen te vinden. Daar zal hij in mijn verbeelding altijd blijven staan. Om hem daar te zien heb ik hem gemaakt. Daarom moest hij ook naar Ginder. Omdat ik hem daar tenminste 1 keer zal zien en dat nooit vergeten. Ik maakte iets terwijl ik op lange na niet wist wat het wil zeggen zoiets te maken. Ik heb het geluk geen precies beeld voor ogen te hebben wanneer ik aan een sculptuur begin. Hoe groot het precies zal worden, weet ik ook niet. En dat ik zo'n groot beeld kon maken, dat wist ik ook niet. Om dat te weten, moest ik het eerst doen. Ik heb nooit eerder de middelen gehad, nog het geld, nog het gereedschap om eraan te mogen denken zo'n beeld te maken. Het is een hele belevenis om dat mee te maken, op mijn leeftijd vooral. Dat verandert uw leven. Gelijk de apostelen met Pinksteren ineens alle talen konden spreken, zo kon ik ineens een groot sculptuur maken. Nu kan ik niet meer zonder. Gelijk in Hollands glorie Jan Wandelaar niet kan leven zonder de sleep achter zich tegen de horizon afgetekend te zien, zo is voor mij het leven zijn charme kwijt zonder een groot sculptuur dat mij verplicht elke dag iets nieuws te vinden, iets anders te combineren en vormen te bedenken die ik zonder die nieuwe combinatie nooit zou bedacht hebben. Misschien zijn er voldoende mensen te vinden die mij willen helpen nog eens zoiets te doen als Jan de Lichte. Het zal dan met deze alleen de afmetingen gemeen hebben en de lange adem. In mijn ogen moet hij schoner worden. En mijn gieter heeft mij een bronslegering beloofd, zonder of met minder lood en die zich beter laat lassen.
Sinds ik met Jan de Lichte gedaan heb, ben ik volop bezig geweest met het uitwerken van een andere manier om grote stukken te maken in was zonder die gedrenkte lappen en meer aangepast aan grote vormen. Maar dan met meer verscheidenheid in het detail en met een scherpere tekening. Dat zou voor mij een uitdaging zijn zo moeilijk waar te maken als Jan de Lichte toen. Ik heb alleen maar schrik dat iemand op dat idee zou komen wanneer ik het niet meer kan. Voor mij is Antwerpen de stad waarvan mij het meeste beelden staan en de schoonste. En ik denk met ontroering terug aan die dag in 1955 toen burgemeester Krijbeks mij op zijn kabinet ontbood om mij te zeggen dat de stad Antwerpen besloten had sirene van mij aan te kopen. Dat was het eerste van een hele serie die met de jaren naar hier zou komen. Toen Ensor de intrede van Brussel de intrede van Christus in Brussel schilderde, was niemand bereid dit meesterwerk een andere plaats te geven dan de kamer van de kunstenaar waar het ontstaan was. Daar bleef het tot aan zijn dood. Ik weet dat ik mijn handen mag kussen langs de twee kanten dat Jan de Lichte hier mag staan, maar ik heb hem gemaakt voor Boon. Oscar Jespers maakte voor zijn dode vriend Paul van Ostaaien de engel die op zijn graf staat. Zo maakte ik Jan de Lichte voor Boon. Omdat ik niet anders kon. Uit gedrevenheid heb ik hem gemaakt. Omdat ik moest. Nu hij hier staat, is hij niet meer wat ik gemaakt heb. Hier wordt hij een sculptuur. Wanneer ik een sculptuur zie dat mij dusdanig ontroert, dan is de naam, de betekenis, de geschiedenis van dat sculptuur bij de eerste ontmoeting ook van niet veel belang. Iets dat men heel schoon vindt, daar wil men graag meer over weten. Gewoonlijk verhoogt dat het esthetisch genot niet. Integendeel soms. Ik zou durven zeggen dat alleen diegenen die geen ontroering kennen bij het zien van een beeld, op die manier de illusie opbouwen er ook deelachtig aan te zijn. Het liefst zou ik willen dat ik hem kon zien alsof ik hem niet gemaakt had. Vooral nu, nu hij hier staat. Er niet komen. Zoals sommigen duiden van verzet
blindelings veroordelen en zich niet willen afvragen waarom in zijn onvergetelijke verzen over Jan de Lichte het zijn bestemming zal ik daaruit citeren. Prinsen, prinsessen, generaals, ministers, klerken, gij die ter kerke gaat naar de gezongen messen, prijst de werkman die de tarwe doet reizen, zolang hij van de tarwe zijn part niet pakt. Prijs zijn klagen, zijn steunen, zijn verdriet, want daarmee verdient hij leven na dit leven, terwijl gij alvast voor het verrijzen in uw gekleurde, brokaten, ordentelijke, doorgoede dagen dans. Anderen leren, anderen worden gevoed en leren, anderen hebben een vaderland dat steekt hen in militaire kleden en in de grond, de naadloze grond. Het beest van de apocalyps zal komen, dat vreemde men, en wel op het einde van de tijden. Ik heb het eerder gezien, te paard in vol ornaat. Het zegende en ordoneerde de troepen in onze straat. Het beest kon in onze tijd op aarde aarden, omdat het ons van jongs af liet geloven dat het de ordening was van hem hierboven. Dat is het wonder dat een kunstenaar verricht. De weg die afgelegd werd tussen de conceptie en het eindresultaat is straks vergeten. Is ook van geen belang meer. Het beeld zoals het er nu staat, gaat nu een eigen leven leiden. De kracht die het in zich houdt, wordt nu overgedragen op de toeschouwers. Wie de voorbije maanden de tentoonstelling van Roldaze in de Galerie Claude Bernard in Parijs bezocht heeft, of de catalogus heeft ingekeken, moet zich rekenschap geven hoezeer Daze zichzelf gebleven is. Beelden uit 1959 tot 1986 vertonen weliswaar kleine evolutiekenmerken, maar de geest die eruit spreekt is van een niet alledaagse consequentie. De kunst tijdens zijn loopbaan heeft ondergaan. Zijn authenticiteit staat boven alle verdenking en hij weet die te behouden onafgezien van het materiaal waarin hij werkte. IJzer, hout, goud of brons. Het vergt andere technieken, het vraagt soms ook een andere instelling, maar altijd op eens een dosis agressiviteit, kunstenaar die eerlijk is tegenover zichzelf, is het product van atavismen en omstandigheden. Het is een gemeenplaats. Maar ook bij Daze zal dat wel een rol hebben gespeeld. Zonder dat er hier verder moet worden op ingegaan, houdt hij van ons. Maar hij verbergt haar niet. Omdat we dat in deze maatschappij, of in de maatschappij van vandaag, onvoldoende zijn. Een soort bezweringsmiddel, zoals bij de oervolkeren. Een afrekening ook met gevoelens ten overstaan van maatschappelijke gebeurtenissen die niet altijd met de actualiteit te maken hebben, maar die universeel zijn, van alle tijden en van alle mensen. Vanuit dat opzicht kan men Roldaze een geëngageerd kunstenaar noemen. De blijvend waarneembare toets van de knedende hand door het weerbarstige materiaal door zal ervaren worden. Het is de derde strofe van Els Gods huwelijk. Het beeld in ons land hebben blijven en door ieder banden die het elders kunnen valoriseren. Bedaar de gemoederen. Moeten wij hopen dat het monumentale beeld van Roldaze het eerste mogen zijn van een serie waarin de vanzelf sprekende kwaliteiten van Roldaze en van zijn kunst in een volle dimensie tentoongesteld worden. We danken de vriend Roldaze voor dit beeld, waarin een deel van het vernietigde Ensor-beeld
zeg ik u dat wij gelukkig zijn. Op jouw vreselijke reis hebben we mogen bijdragen. De lichten, reizend van de geboorteplaatsen Vuren en Velzeke over het beeld van Dazen en over zijn uimer en is zelf al gepubliceerd worden van 14 mei. Ik dank u. Ministers, heren magistraten, meneer de rector, ongeachte vergadering, mevrouw, mijn heren, mag ik ook meneer Van Oorik verwelkomen en de andere vrienden die gekomen zijn uit Aalst. Bedankt, hartelijk bedankt. Ja, waar de kunstenaar ik beken. Dat ik gehazeld heb om hier het woord te voeren. Ik tracht te verklaren waarom en hoe ik er tenslotte toe gekomen ben. Van toch enkele woorden, mevrouw, mijn heren, tot u te richten. Nou, er is eerst en vooral een technische reden, mevrouw, mijn heren. En ik dacht bij mezelf, 6 sprekers, is dit niet een beetje van het goede te veel? Louter technische reden. Er was, meneer Geeland heeft erop gezinspeeld, er is, helaas, polemiek. Ik zou zeggen, ingegeven zeer waarschijnlijk door regionale politiek. Maar de ondertoon ervan is natuurlijk, mag ik zeggen, wereldwijd bekend. Er was, en er is wellicht nog steeds, kritiek op de plaats. En waar het beeld zich thans beweegt. Ik sprak erover met de Middelijm vrienden. Die hebben er evenmin bezwaar tegen, dacht ik. Het is een vraag, mevrouw, mijn heren, die ik aan u allen stel. Pottenbrug, recht tegenover het ANWC. Als het ware een inam in de straat. Mocht hij daar tot leven komen, dan zou hij er kunnen blijven staan. Vandaag zeg ik alvast, mevrouw en mijn heren, tot Jan de Lichte, tot Louis Pogon, tot Roel Dazen, wij heten u welkom in Antwerpen. Dank u wel. Volgens mij zat hij mij gezegd, het is niet goed in de stad, want hij is broos.
dat betwijfel. Er is niks, er kan niks mee gebeuren. Er kan ook geen enkel vandalisme mee gebeuren. We hebben gezien, ik zie hier, nee, meneer Dassen zegt, is gevaarlijk voor vandalisme. Ik zie hier, vandalisme, je hebt een stuk. Ja, maar niet een voorbijganger in het gezicht hebben. Ik mag gewicht krijgen. Ja, dat is het. Ja, dat het allemaal aan de en onderaan. Roel zegt, geef me 5 minuten en ik sla hem vast. Ik heb het gehoord. Dat kan, hè? Ik heb wat te record. Het zou toch zonde zijn? Ja, dat wel. De chamber. Dan zeg je dat. Dat staat hier, hè? Dat is niet. Dat is niet. Ja, maar ik vraag het niet aan ons, dat is toch... Wel, afstand, ik durf er nou niet in mee te staan. Ja, dat wel. Daar staat, je moet een beeld zo niet, je moet ook het inhoud afwerken. Daar, dat is ik ben is daar alleen, denk ik, een socioloog. Ja,
Thank you.
geschiedenis meer.
Goed, ik kan een goeie dag zeggen, want anders komt het niet van. Ik heb een 50, hè? Nagels kan deze. Een hand van haar. Ja. Nee, jongen, dat is hier weer mijn kant. Dat is de stoel. Ik heb verkocht Bobby Tonnek. Ja, een beetje. Ik was hier verplicht van te spreken naar de mannen die daar gesproken hebben. Zeg, mogen we stopte nu niet, ik ben al een aantal lichtjes. Mogen we doodageren, dat spreken. Dat spreken, mensen. Je zit van smoes de taal te spreken. Ja, maar zo op een tribune, jongen, je weet dat ze moeten lusten. Die zijn nou niet direct een tribune. Allee, ja, dat is brave bourgeois. Ze zijn toch een paar trappen zo. Het zit er altijd vol van brieven. Dus van morgens dat ik van mijn ma thuis weg wil, lees ik die allemaal in de nota, dat het er allemaal op. Mensen die woningen vragen, dat is natuurlijk ook. Maar werk is klassiek. William. Kijk, de rood brieven, Burger. Maar het scheldt niet rechtstreeks, vriendelijk. Je gaat er niet alleen in bed. Klaar, hij heeft gelijk. Niet alleen in Beltouw. Die mannen fichier zitten alleen in Beltouw. Vind je dat normaal dat je alleen in Beltouw zit? Toevallig twee acteurs, toevallig. Maar dat weet ik wat ze dat gedaan. Meneer mocht niet binnen. Die mocht al niet binnen.